De oud-president wil in 2024 opnieuw een gooi doen naar het presidentschap van de Verenigde Staten. Het is alleen nog geen gelopen race, want vanuit zijn eigen Republikeinse partij is er een serieuze tegenstander die de strijd nu officieel wil aangaan met Trump. Zijn naam, Ron DeSantis. Reports are starting to circulate that Florida Governor Ron DeSantis will launch his presidential campaign next week. Trump en DeSantis waren goede vrienden en ze steunden elkaar altijd. Maar nu DeSantis zich ook kandidaat stelt, is er van die goede verhouding weinig over. Florida did great long before DeSantis came along. Got my coveted endorsement, which shot him up in the polls and then won the election, won the primary. Then he won the election with my help. We did rallies for him, we did everything for him. I like people that are loyal. When you help somebody, you expect that there'll be a certain amount of dignity and loyalty. We didn't get that from Ron, but that's okay because we're going to beat him and we're going to beat him very badly. We're going to win the presidency. We're going to make America great again. Hoewel de kandidatuur van DeSantis nog niet officieel is bevestigd, is het moddergooien al begonnen. The problem with Ron DeSanctimonious is that he needs a personality transplant. And those are not yet available. If we get distracted, if we focus the election on the past or on other side issues, then I think the Democrats are going to beat us again. At the end of the day, governing is not about entertaining. Governing is not about building a brand or talking on social media and virtue signaling. It's ultimately about winning and about producing results. Ron DeSanctimonious is being crushed in the polls, all of them. Also, his record on China virus, crime, and education is, despite his ever-spinning PR machine, absolutely abysmal. Ja, dat was Rudy Giuliani. Nou, dat belooft een hele fijne, beschaafde race. Ja, zoals we dat gewend zijn rondom Trump natuurlijk. Hè. DeSantis die zet Trump eigenlijk weg als een entertainer. En die zegt, ja, eigenlijk is dat helemaal geen politicus. En ik ben dat wel. Nou ja, dat klopt wel dat hij dat wel is. Maar die DeSantis zelf, daar kleeft ook wel het een en ander aan. De laatste tijd vooral zijn ruzie met Disney. Dat komt omdat DeSantis heeft op een gegeven moment een wet getekend dat in Florida mogen op scholen kinderen geen les meer krijgen als het gaat over seksuele geaardheid of seksuele gerichtheid. En Disney houdt zich normaal gesproken altijd verre van politiek. Maar de medewerkers van Disney die kwamen in het geweer. Dus toen heeft de directeur van Disney die heeft gebeld naar meneer DeSantis om te vertellen dat hij dat toch geen goed beleid vindt. Nou, daar was Ron niet van gediend. Dus die heeft nu allerlei voordelen van Disney heeft hier ingetrokken. Oh. Zit ze nu eigenlijk te pesten. Het gevolg daarvan is dan weer dat Disney die zou een investering doen van 1 miljard dollar in de campus in Orlando. 2000 banen mee gemoeid. Daarvan heeft Disney nu gezegd van even niet. Dat doen we dan maar even. Zij zijn wel even degene die daar natuurlijk het geld binnenbrengt. Ja, okay, dus ja maar die DeSantis die doet dit waarschijnlijk allemaal om ervoor te zorgen dat hij bekender wordt in Amerika. Want ja. Trump is natuurlijk heel erg bekend en ja. DeSantis veel minder. Okay, zag maar je al een beetje dus aan zijn ja, als graag. Ja. Het zag er wat bielig uit. Ja, ik was er niet helemaal over overtuigd. Maar dat doet hij dus door ook het flink rechtse pad te kiezen. Ja, hij heeft bijvoorbeeld ook deze week nog een wet ondertekend die het onmogelijk maakt dat transgenders, hè, dus je voelt je vrouw en je zit in een mannenlichaam of andersom, dat minderjarigen geen medische behandeling kunnen krijgen of hormoonbehandelingen. En hij gaat zelfs zo ver dat hij vindt dat de staat moet transkinderen uit huis kunnen plaatsen, omdat dat een gevaar zou zijn. Nou. Hij is er maar druk mee. Hè? Nou, daar is hij behoorlijk druk mee. Flink conservatieve man. Maar ze verwachten dat hij zich wel gaat kandideren tegen Trump. Nou, we zagen dus, vroeger waren het vriendjes. Dat is inmiddels niet meer zo. Maar voor volgende week zijn er 100 kamers in het Four Seasons Hotel in Miami geboekt. Four Seasons doet je misschien nog denken aan aan die kleun van Rudy Giuliani. Die stond bij een tuincentrum in plaats van bij het hotel. Ja. Maar de verwachting is dat daar allemaal fundraising diners worden georganiseerd. Die moeten dan per stuk $100.000 of $150.000 opleveren. Maar dat mag pas als je officieel kandidaat bent. Maar dus de verwachting is dat hij deze week zijn kandidatuur... Maakt hij kans tegen een Trump?
Nou, ja, want dat is afhankelijk van... Veel Republikeinen willen eigenlijk wel af van Trump. Want daar zijn ze niet zo voor. Maar dat beleid van Trump zijn ze niet per definitie tegen. Dus DeSantis presenteert zich ook als Trumpism zonder Trump. Ja, op dagen bij Duk hoeft hij niet te rekenen qua steun. Nee, dat lijkt me niet. Maar voor de Democraten is dit natuurlijk goed nieuws. Hè? Want hoe meer heibel bij de Republikeinen, hoe liever ze dat hebben. Maar ja, die hebben zelf Biden. Dus ja.